Vandaag blikken we terug op de meest recente bekiefinale uit NEC haar historie. Die van 2000 tegen Rode ESC. Dat doe ik natuurlijk met iemand die die finale speelde, maar ook als trainer ver kwam in de beker met NEC. Ik heb het natuurlijk over Anton Jansen. Ja Anton, de bekiefinale. Uh, jij hebt er uh, eentje gespeeld als speler en eentje bijna gehaald als trainer. Die tegen Pek Zwolle, half finale 2-1. Doet het nog pijn? Ja... ja. Dat jaar deed er wel meer pijn. Ja, dat uh, was een lastig jaar. <laughs> ja, dat was een lastig jaar. Nee, ja, zeker, zeker. Uh, dan ben je zo dichtbij in die halve finale. En uh, ja uiteindelijk red je het dan niet. Uh, net niet. Ja, ja dat is jammer natuurlijk. Ja, ja dat, was, je zei het, dat was een heel moeilijk jaar. Dat had toch een mooie. Ja, misschien toch glans kunnen krijgen in dat seizoen, zo'n bekerfinale. maar uh, over het algemeen wat je zegt. Ja. Een lastig jaar. Ja, dat is lastig jaar. Als je de bekerfinale had, dan geeft dat weer nieuwe energie. En ja. Dan, ja, goed. Wie weet hoe het dan was gelopen. Maar ja, goed, uh, het is zoals het is. En, uh, en dat was jammer. Ja. Als speler heb je hem wel uh, gespeeld met NEC. Uh, ja, op een gegeven moment met PSV. Heb je de uh, heb je hem gewonnen, zelfs de beker. Uh, bij NEC 2000. Wat was dat voor jaar voor NEC? Uh, nou, dat is een hele goede vraag. Uh, dat moet ik even nakijken. Wat ja. was het logisch dat seizoen dat NEC de bekerfinale uh, bereikte? Eh... Uh... Nou ja, logisch. Uh, eigenlijk niet logisch. Nee. Ja, als je ziet hoeveel keer NEC de bekerfinale heeft gespeeld. Ja, toch, uh, toch vier keer tot nu toe. En dit wordt de vijfde keer. Ja. Uh, dus dat is. Dat is Goed. Ja. Alleen ja, het wel met tussenpozen van, uh, van vele jaren. Dus het is niet logisch. Maar het was wel, uh, het was wel een, uh, ja, een heel mooi toetje op uh, toch al een, ook wel een moeilijk jaar. Ja, want anders hebben we dat jaar vijftiende. Uh, wat ik ja. me van die finale. Was, nee, ik kan het niet herinneren, want ik was zelf hierbij. bij. Ja. Maar de vader die ik heb gehoord. er ook altijd. het was koud, het was nat. en het was een slechte wedstrijd. Ja. <laughs> Je begint nou, al te lachen. Fantastisch. He? En was het ja. ook zo? Ja, het was, uh, het was koud en nat. Dat klopt. Ja. En uh, ja, de slechte wedstrijd, ja. Uh, Roda scoorde eigenlijk vrij snel. En wij konden in die wedstrijd. hebben wij wel een paar kantjes gehad, maar we waren niet. We ja, waren niet in staat om, om echt heel veel druk te ontwikkelen. En ja. uh, we kregen eigenlijk geen grip op Roda. Ja, uiteindelijk uh, maakten ze dan nog de, de, de 2-0 uh, vlak voor tijd ja. dacht ik. Ja, en dan is. Kijk, zo'n zo wedstrijd, uh, zijn zo bekerfinale natuurlijk fantastisch. Maar ook vooral in de loop van daarnaartoe. Dat het leeft en, 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 en je en je hoopt. Hij en... ja, had toen nog BNN. Uh, dat BNN met je. BNM, ja, BNN. We zorgden voor zorgen heel veel aandacht. Ja, partner die natuurlijk altijd heel erg ja. leuk deed. Uh, maar uh, ja, dan, dan, dan krijg je zo'n hele hoop en, 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 je, en je droomt van, van, van winst in de finale. uiteindelijk ja, koud, nat en, uh, en verlies, uh, dat is wel een enorme domper dan. Ja. ja. En wat, uh, ik heb eens uh, in, de, in dat bekeravontuur van jullie gedoken en wat ik zag, jullie speelden toen een groepsfase. En in plaats van de knock-out-rollers gelijk, speelden jullie een groepsfase in de beker. Ja. Dat is, is dat een beetje goed moeten Of wat zeg je? Niet meer doen. Toen werd er nogal wat uh, geëxperimenteerd. Ja. Met, met verschillende, om, om, om de beker aantrekkelijk te maken en om dat te, te doen leven. Nee, maar dat hoort niet. De maar, fase hoort niet bij je beker. Ja, je hebt zelfs de wedstrijd reglementair gewonnen, ja. omdat hij niet eens werd gespeeld. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, een no out systeem is natuurlijk het voorstel ja. en het beste. Um, nog even terug naar die finale. Uh, um, toen waren er zo'n 12.500 eigenlijk het hele stadion toen in de kuip. Nu zijn het er 5.000 meer. Ja. Hoe was toen die sfeer? Was dat al echt adembenemend uh, mooi? Of, uh... ja, 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 nou, dat, dat ja, dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Je ziet ook hè, in de dagen daarvoor. Uh, je wordt er wordt aangesproken, je praat ja. er veel over. Uh, je ziet uh, Mensen enthousiast. Uh, en nu is dat eigenlijk, ja, het is alleen maar erger geworden. Ja. Dus uh, nou, ik denk dat het een fantastische, fantastische sfeer wordt. Ja. Dan uh, rest mij nog de vraag: wat verwacht je nou van deze verhalen? Je zei het ja. al dat het een goede ploeg maar NSC speelt ook aantrekkelijk voetbal. Ja. Dus dat ja. wordt een echte clash. Ja, dat hoop je natuurlijk wel. We ja. hoop je natuurlijk op een, op een hele mooie wedstrijd. En uh, dat uh, je hoopt ook dat NSC uh, in, in hele goede doen is. Ja. En dat Feyenoord Misschien iets minder te doen is, misschien wel door eh, NSC. Ja, de wedstrijd tegen PSV eh, onlangs, ja, dat, eh, ja. Dat, dat is dan al alvast. Dat is een hele fijne, denk ik. Jazeker. Maar, eh, ja, goed, er is, er is natuurlijk weinig van te zeggen. Het heeft te maken met de vorm van de dag. En, eh, maar, nou ja, na, vier keer, uh, na vier keer verlies, wordt het toch hoogtijd? Dat we ik, ik je winnen. Ja, je bent erbij. Jazeker. Met, uh, met, ja. met de RC-pijn ja. op. Ja. <laughs> ja, ja, symbolisch wel. Ja, symbolisch. Heb je nog, durf je nog verspreng te wagen? Ja. Ja, dan ga ik natuurlijk voor winst. Ja. En uh, nou, dan krijgen we misschien een goaltje tegen, omdat het feit dat heel veel drukt op het laatst. Maar dan winnen we met 1-2. 1-2. Zo is het. Dat zou een hele mooie zijn.